I'm Stom en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op het kanaal van T-Mac. En vandaag ben ik hier met de enige echte Roxy Dekker. Wie zou nou niet een beschuitje willen eten met Harry Styles? Dat dacht ik al. Vandaag zetten we alle vrouwen op een rij die ooit het hart van de knappe zanger hebben veroverd. Caroline Flack en Harry Styles waren samen toen zij de presentatrice van X Factor was. Ik wist al dat hij een crush op mij had, dat maakte hij best duidelijk, vertelde Caroline in haar autobiografie Storm in a Seacup. De twee begonnen met daten toen hij 17 was en Caroline 31 was. Nadat Harry gespot was bij Caroline haar huis in de ochtend, ging het los. Op straat werd ze nageroepen dat ze een pedofiel was. En van de One Direction fans kreeg ze zelfs doodsbedreigingen. Wat ervoor zorgde dat de twee uit elkaar gingen. Na zijn relatie met Caroline ging Harry samen met Amerikaans model Emily Ostilli. De twee zijn samen zoenend gespot in Nieuw-Zeeland. Ze was later ook te zien in de videoclip van One Direction voor het nummer Gotta Be You. Dan Emily Atek, 2012. In 2012 ging het gerucht rond dat Harry in 2012 gedate zou hebben met de Britse actrice Emily Atek. Dit hadden ze pas in 2014 bevestigd. Emily vertelde dat ze nooit boyfriend-girlfriend zijn geweest, maar dat het een kort iets was en ze samen veel lol hadden. Het jaar 2012 was voor Harry erg druk. Hij had ook kort een relatie met Cassie Dunlap, die bekend was van de relatieshow Made in Chelsea. Taylor Swift, 2012-2013. Fans van Harry en Taylor Swift zullen de relatie tussen de twee sterren niet zijn vergeten. Ze waren samen van november 2012 tot januari 2013. De twee werden gefotografeerd op hun tweede date in Central Park, New York. Harry en Taylor zijn volgens Paris Hilton uit elkaar gegaan omdat ze beide erg druk hadden en niet voor lang op één plek waren. In een interview in augustus 2013 zei Harry dat ze het niet zou verbazen als Taylor een nummer over hem zou schrijven. En dat heeft ze dan ook gedaan. De fans denken ook dat de twee zelfs meerdere nummers over elkaar hebben gemaakt. Zo zou de Taylor song Style, Out of the Woods, I Knew You Were Trouble en I Wish You Would over hun relatie gaan. Harry zou op deze liedjes reageren met het nummer Perfect dat uitkwam in 2015 van One Direction. Nicole Scherzinger, 2013. In 2015 maakte The Sun bekend dat Harry en de leadzanger van de Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, met elkaar hadden gedaan in 2013. Nicole zat in de jury toen Harry meedeed aan de X Factor in 2010. Zij was 35 jaar toen de twee voor het eerst bij elkaar kwamen en Harry was toen 19. Zanger Rod Stewart maakte bekend dat zijn dochter Kimberly Stewart een relatie had met Harry in 2013. Zijn auto was hier vanmorgen. Maar misschien kwam hij gewoon langs om iets op te halen. Wat denk jij? Nou... Wat was het? Ik weet het niet. Nee, ik denk dat Harry niks vergeet. Nee, ik denk het. Nee, ik denk het niet. En dan Kendall Jenner in 2013-14. Kendall Jenner en Harry werden samen gezien voor een etentje in LA in november 2013. De relatie duurde niet lang, want de twee zijn in februari 2014 weer uit elkaar gegaan. Ja, het bleef echter niet lang uit tussen de twee. Later meer daarover. Oh. Zit niet stil die man hoor. Erin Foster, 2014. Harry en Erin Foster werden in oktober samen gezien bij een pumpkin patch in 2014. Hiermee begonnen de geruchten dat hij een relatie zou hebben met de nu ex stiefzus van Gigi en Bella Hadid. De relatie leek nooit ergens naartoe te gaan. Waarschijnlijk vanwege het leeftijdsverschil van 12 jaar. Hij is alleen maar bezig met oude vrouwtjes. Hij houdt van mammies. Nadine Leopold, 2014. In 2014 kreeg Harry een relatie met Victoria's Secret model Nadine Leopold. De twee werden samen gezien in november van 2014. Ze werden veel gezien op Froyo dates en het leek erop dat dingen serieus werden. Maar de twee zijn in maart 2015 toch uit elkaar gegaan. Sarah Sempeo. Harry kan niet genoeg krijgen van Victoria's Secret modellen. In 2015 is hij namelijk zoenend gespot met het Portugese model Sarah Sempeo in New York. De volgende dag werd Sarah gezien terwijl ze Harry zijn hotel verliet in dezelfde kleren als de dag ervoor. Oh, dan hebben ze wel vieze dingetjes gedaan, denk ik. Georgia Fowler, 2015. In oktober van 2015 heeft Harry kort iets gehad met het model Georgia Fowler. Ze plaatste een foto en een video op haar Snapchat dat de twee Scrabble aan het spelen waren. De relatie was kort, maar veel fans geloven dat het nummer Kiwi over Georgia gaat. Kiwi is een veel voorkomende bijnaam voor mensen uit Nieuw-Zeeland. Toen erna werd gevraagd, zei Georgia dat ze van niks wist. Ik heb geen baby, dat is waar het nummer over gaat. Oeh, tenzij die baby er wel is. Ja. En we het niet weten. Kendall Jenner, 2015-2016. Na een korte relatie zijn Harry en Kendall samengespot op een jacht terwijl ze het nieuwe jaar vierden. Een week later werd er door de zus van Kendall, Khloe Kardashian, bevestigd dat de twee aan het daten waren. Ik weet niet of ze boyfriend-girlfriend zijn. Tegenwoordig weet ik het niet meer. Mensen doen raar met dat soort dingen, dus ik weet de titel niet van de relatie die zij hebben samen. En in april 2016 werden Harry en Kendall samen gezien terwijl ze aan het shoppen waren in Los Angeles. In september 2016 zijn ze nog steeds samen gezien terwijl ze uit eten waren
En het leek erop dat hun relatie weer opbloeide. Maar dat is niet bevestigd. Pandora Leonard, januari 2016. Tijdens zijn kniplichtrelatie met Kendall Jenner is hij gespot bij het verlaten van het huis van fashionstylist Pandora Leonard. Dit kwam een aantal weken later uit nadat Khloe Kardashian bevestigde dat Harry en Kendall samen zouden zijn. Tess Ward, 2017. In de lente van 2017, voor hij bij Camille kwam, heeft Harry een korte relatie gehad met Tess Ward. Zij is een chef en foodblogger. In juni heeft Tess het uitgemaakt om terug te gaan naar haar ex. Oh, jeetje toch. Oh, arme Harry. Gewoon Harry geditcht. Hoe dan? Ja. Nou, ik zou dat niet doen. Nee, je weet niet hoe die is in de relatie. Misschien is het wel klootzak. Camille Rowe, 2017 tot 2018. Ja, hierna kreeg Harry kort met Victoria's Secret model Camille Rowe. In 2017 ontstonden er geruchten dat de twee een relatie hadden nadat ze de stem van Harry in een Instagram story van Camille hoorden. Harry heeft Camille voorgesteld aan zijn familie en was zelfs gespot met het dragen van haar tas. Helaas zijn de twee na een jaar uit elkaar gegaan. Nou, hij houdt het niet lang vol. Breakups, breakups, breakups. Jeetje, Mina. Olivia Wilde, 2021. Begin 2021 werd het duidelijk dat Harry een relatie heeft met Olivia Wilde. De twee ontmoetten elkaar in 2020 op de set van de film Don't Worry Darling. De twee werden vaak samen gespot en het leek er erg gezellig uit te zien. Zo gezellig dat er op een gegeven moment geruchten opdoken dat de twee in het geheim getrouwd zouden zijn. Jeetje, dat is een heel heftig gerucht. Zelf geven de twee niet heel veel duidelijkheid. Toen de paparazzi een poging deed om het aan Olivia te vragen, zei ze enkel: ik zal nooit met jullie praten. Denk jij dat ze getrouwd zijn? Laat het weten in de comments. Laat er vooral weten over wie wij de volgende keer een relatietijdlijn moeten maken, want deze video is ten einde gekomen. Ja. Ik zeg bedankt voor het kijken, doe een duimpje omhoog, abonneer. Doei. Ciao.